De winter. Het album is gedrukt op 240.000 exemplaren, wordt deze week bij de Antwerpenaars in de bus gedropt. De jonge CD&V'er Orri van de Wouwer heeft een eigen lijst gemaakt met gasboetes die volgens hem zinvol zijn. Daar is al veel om te doen geweest. De gemeentelijke administratieve sancties. Burgers ervaren die boetes vaak al sterk overdreven. Wel, Orri van de Wouwer, 26 is hij. Hij woont in Schilde, staat derde opvolger op de Vlaamse lijst in onze provincie voor CD&V. Vindt dat ook. Hij heeft alle overtredingen waarvoor je in onze provincie een gasboete kan krijgen, eens overlopen. Alle reglementen van de gemeente in onze provincie uitgeplozen. En er waren zotte dingen bij. Er zijn dan overtredingen zoals bijvoorbeeld niet in elkaars ogen kijken tijdens het autorijden. Dat heb ik in Antwerpen gezien. In Lieren-Willebroek mag je niet aan bomen schudden. In verschillende gemeenten mag je een bushokje enkel gebruiken om te wachten op de bus. Dus niet voor bijvoorbeeld als het zou regenen te gaan schuilen, want dat is niet het eigenlijke gebruik ervan. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken die volgens mij geen overlast zijn en die we zeker in moeten gaan aanpakken met een gasboete. En daarom heeft u nu zelf een lijst gemaakt met gasboetes die wel zinvol zijn, bijvoorbeeld voor wildplassen of voor het wegwerpen van vuilnis. En die lijst die staat vanaf morgen op zijn website www.orri.be. We hebben eerst een aantal absurde boetes in beeld gebracht om dan echt te gaan discussiëren met een groep jongeren door alle reglementen te overlopen en dan elke gasboete toe te wijzen aan een categorie. Zinvol, oké, overlast, maar niet met gasten bestraffen en gewoon zever. En zo heb je gezien dat er heel veel overtredingen echt bij zever terechtkwamen. Ja, toch maar eens kijken. En morgen, Els, vanaf dan www.orri2r.be. En vanavond is Freya ook al met een Y van den Bossen van SPA te gast in 5 voor 12 bij Luc Allo. Dat is om 11 uur op Radio 2.